In deze video laten we zien hoe je de tool getallenlijn met stappen gebruikt in je presenterbestand. Wanneer de aanwijsknop actief is, kun je de tool direct gebruiken. Klik op een getalkaartje in de getallenlijn. Het getal wordt nu onzichtbaar. Wanneer je op het lege kaartje klikt, wordt het getal weer zichtbaar. Met de knop verberg alle getallen. Maak je alle getallen onzichtbaar. Daarna kun je op de lege kaarten klikken of op de knop Toon alle getallen om getallen weer zichtbaar te maken. Met de knop Willekeurig maak je een aantal willekeurige getallen onzichtbaar. Klik op de Reset knop om alle getallen weer zichtbaar te maken in de getallenlijn. Naast de aanwijsknop in de tool zie je diverse verfpotten. Klik op een verfpot en daarna op een kaartje om hen van kleur te veranderen. Met de aanwijsknop kun je de getallen weer zichtbaar en onzichtbaar maken. Open het instellingenmenu om de getallenreeks en de stapgrootte aan te passen. Wil je meer informatie over deze tool? Klik dan op de informatieknop. Je bent nu klaar om zelf de tool getallenlijn met stappen te gebruiken. Open Presenter en ga aan de slag.